is een podcast van de Veiligheidsregio Drenthe over de ontwikkeling van de VRD naar een waardegedreven organisatie, gebaseerd op vakmanschap, verbinding en vertrouwen. Een organisatie die vervolgens nooit meer zou hoeven te reorganiseren. Aflevering 1. Als je in verbinding wilt zijn met mensen, hoef je dat niet altijd fysiek te doen, maar je moet er vooral met je hart zijn. Fred Herink is in 2014 directeur van de VRD geworden. Met hem aan het hoofd van de organisatie is de verandering ingezet. Hij vertelt er elke aflevering van deze podcast over, steeds in combinatie met een medewerker van de VRD. Ik ben medewerker techniek. Dit is Jan Braan. Dus, en ik hou me bezig met ademlucht. Hij houdt zich bezig met ademlucht. Bij de PPMO. En dat is onze brandbekeuring. Met nog wat andere zaken. Assistent testleider. Dus dan zorg ik ook nog een wezen dat de collega's in principe gewoon mooi door de keuring komen. Dat is vrijwillig. Nou, dat ik op de posten de oefeningen verzorg en de instructies geef. Dat is ook wel weer op vrijwillige basis. Oh, en dat ook. Ik ben ook nog gewoon vrijwillig brandweerman bij de postrolde. En in het instellen en programmeren van peetjes. Peetjes, dat is het kastje voor het alarmeren voor een uitdruk. En dat doe ik voor heel de Drenthe. Hij is gewoon in dienst. Voor vandaag ben ik gewoon in dienst. Als er een tussentijd een uitdruk komt, ja, dan gaan we ook nog met een brandweerpaar. Ja. Jan Braam is dan ook een brandweerman in hart en nieren. Ik loop er al 31 jaar zo meteen. Dus ik bedoel, ja, dat hoort er gewoon bij je. Ik zeg ook altijd, voor mij is het ook geen hobby. Nee, dat lijkt me geen hobby. Ik bedoel, mijn hobby is modelbouw en geen brandweer. Dat hoort bij mij. Dat is één pot naast, maar dat is altijd al zo geweest van kleins af aan. Alleen, je moet natuurlijk altijd zelf oppassen voor je eigen valkuil op een gegeven moment. Dat niet te veel op de hals haalt. Maar ik ben niet iemand die een 8-5 cultuur heeft. Ik kan rustig eerder beginnen, maar kan ook rustig later naar huis gaan. En ik weet wel wanneer mijn grens er is. Gelukkig. Maar wat doet hij nou precies als medewerker techniek die zich bezighoudt met ademlucht? Daar hou ik me bezig met onderhoud. In de volksmond dat noemen ze het zuurstofflessen. Maar wij noemen dat ademluchtcilinders. Want er zit gewoon lucht in wat normaal gewoon ook in de lucht is. Dus de lucht wordt gefilterd en wordt daarna in de cilinders geperst. En dat is gewoon ademlucht, dus het woord zegt het al. We lopen over de afdeling. Ja, ademlucht komt heel nauw. Ja, dat is niet zo doe maar wat. Dus, vroeger was het wel eens zo van, had iedereen zijn eigen ademlucht, masker. En die onderhield dat zelf. Maar dat moet je niet meer willen. Ik bedoel, dat kwam gewoon in zakjes terecht en dat was zand en troep zat er ook in. Het moet lekdicht zijn. Dit is dan een van die afdelingen. We zijn hier in de gedeelte waar maskers gewassen worden. Dat is eigenlijk gewoon een route die je dan eigenlijk loopt en voorbij gaat. Zo komen we hier dus bij de droogkasten, zoals je ook al hoort. Daar worden de maskers in gedroogd. En nadat het masker gedroogd is, worden ze ook nog weer getest. Dus je ziet al in wezen, het is toch wel een cyclus die rondgaat. Dit is ook nog een ander proces, dat is het duikgedeelte natuurlijk, want dat wordt ook hier onderhouden. Het is een soort cirkeltje, zeg maar. Vuil, schoon, gewassen. Wij onderhouden hier voor 36 posten. En dat deze afdeling zoveel verschillende posten voorziet van schoon en goed materiaal, dat komt door de samenvoeging in de VRD. Ik zie dat niet als een verandering. Ik zie het niet als een belemmering. Ik vind alleen maar, je hebt weer meer collega's wat je eerder alleen deed. Doe je nu samen. En daar assisteer je elkaar en wij vangen elkaar daarin op. Dus wat de een niet weet, weet de ander wel. Je bent overal, kom je wel eens. En overal ken je de mensen dus, ja. En hoe meer mensen, hoe meer vreugde zeg ik. Voor mij vind ik dat wel mooi. Jan Braam houdt van mensen en kent er ook heel veel binnen de organisatie. Ook het management. Maar dat kan misschien nog wat beter, volgens Jan. Nou, ik bedoel, als je een gang overloopt op zich, dan is het vaak wel een groet. Maar kom ook eens bij de mensen aan tafel zitten, pak een bakje koffie mee en ga er gewoon lekker tussen zitten. Ja, dat weet hij ook hoor, dus. En hij, dat is natuurlijk de directeur, Fred Herink, die Jan natuurlijk ook kent. Ja, dat kopje koffie is er best wel gekomen. En zeker later kwam dat kopje koffie wel wat vaker weer langs. Er zit geen afstand tussen. Dus ik bedoel, als je wat zou hebben wat je met Fred wil bespreken, ik bedoel, je komt hem tegen en hij heeft de tijd alleen maar, dan zou dat wel hem kunnen. Ik weet wel dat wij als veiligheidsregio korte lijnen hebben. En het blijkt dat wij toch wel anders werken dan de meeste veiligheidsregels werken. Hoe moet ik dat zeggen? Vertrouwde verbindingen, vakmanschap.
En dat bestaat eigenlijk het onderdeel van... een van is, daar heb ik best wel moeite mee. Of er is van, je moet doen wat je leuk vindt. Maar ik vind gewoon dat dat niet helemaal klopt. Want er zijn ook minder werkzaamheden die ook gebeurd moeten. En als je zegt, je moet doen wat je leuk vindt... dan doe je van alleen maar wat je leuk vindt. Dus dat vind ik niet helemaal... die woordspelling die vind ik helemaal goed. Dat ziet Fred anders. Hij heeft het over corvée. Onderdelen van je werk die je gewoon moet doen... maar niet leuk vindt. Iedereen zal het ook herkennen. Die klussen blijven ook altijd liggen. Ja, maar jij had de opdracht om dat te doen. Ja, ben ik nog niet aan toegekomen. En iedere keer kun je blijven herhalen als iemand het niet kan. Of echt helemaal geen zin in heeft. Ja, dan kun je wel blijven drukken, maar dan komt er niks uit. Dus we zeggen, hey, kunnen we dat niet op een andere manier gaan invullen? Van, joh, maar als jij nou goed bent vanuit jouw talent in dat soort werkzaamheden... dan zou je misschien een deel van jouw tijd even in kunnen zetten... voor een andere klus, los van jouw eigen functie. Je neemt corvée van een ander over, omdat het voor jou geen corvée is. En in die jaren 16, 17 hebben we dat principe vaker toegepast. En dat heeft naast werkplezier nog een bijeffect. Omdat je talenten dwars door de organisatie heen inzet... zie je dus ook dat mensen zelf de dwarsverbanden gaan maken door die organisatie. En daar is Jan Braam zelf... met zijn vele functies een goed voorbeeld van. Verder heb je hier heel veel ruimte om wat te doen. Zoals jij denkt van, zo kan het. De verantwoording ligt bij onszelf. En dat is een vertrouwen. Verlofschrijven bijvoorbeeld, dat doen wij niet. Als je dat voor jezelf netjes bijhoudt. Je doet 36 uur je werk. En dat doe je zoals jij het wilt. Dus er gaat niemand van die hier eigenlijk zegt van... jij moet vandaag dit doen of jij moet vandaag dat doen. Nee, je moet zorgen dat je 36 uur voor elkaar hebt. En wanneer je doet, je mag werken tussen 7 en 10. En hoe je doet, daar wordt ook niet naar gekeken. Dus dat is gewoon een stukje vertrouwen. En dat werkt anders als wij in het land horen van... dat kan helemaal niet. Dat bestaat niet dat je zo doet. Nou, dat gebeurt. Nog iets staat op het punt te veranderen. Ja, waar wij zelf nou er zijn achtergekomen. En dat is eigenlijk uit de bij ons vanaf de techniek gekomen. Dat eigenlijk het salaris eigenlijk en de schaal, de inschaling niet klopt naar meer wat wij deden. Nou, daar hebben we wat van gevonden. En daar hebben we de vrije loop van Fred gekregen onder andere. Om daar wat mee te doen. Nou ja, daar is best wel een tijd overheen gegaan dat we zo hebben bouwen zoals we het bouwen hebben. Maar het heeft ook geresulteerd dat niet alleen techniek daarmee deed, maar dat nou eigenlijk de hele VED daar onderdeel van is. Een nieuwe vorm van waardering. We zijn begonnen in 2014 met een functiehuis. Met daarin een beschrijving van functie. Dit zijn jouw werkzaamheden en die moet jij doen. Omdat we al jaren flexibel en wendbaar zijn en mensen inzetten op talenten, kunnen we jou niet meer waarderen op jouw functie, op jouw stoel die je bezet. Maar we moeten jou waarderen op de rol die je vervult met de talenten die je hebt. En daar heb je een ander waarderingssysteem voor. Uiteindelijk wat dan gaat leiden tot een beloning. Dat is een andere benadering. En dat is best ingewikkeld, want dat is binnen overheidsland is dat nog nergens gebeurd. In plaats van je functie wordt je rol gewaardeerd. Het is bij ons begonnen, ja. En toen kwam van één kwam het ander. We vinden het allemaal spannend, maar we passen ook hier weer maximale participatie toe. Dat wil dus zeggen dat we iedereen ook constant betrekken bij alle stapjes die we zetten. We zijn ook, zoals je zegt, de boer opgegaan naar andere collega's van ons in andere gedeelten, dus in Hogeveen. Wat wij van plan waren. Met iedereen erbij, hoor. Dus gewoon ook de chefjes, alles wat er begon die van techniek met te maken had, was daarbij. En ook gevraagd van als zij het er mee eens waren, wat wij... op het spel aan zijn wat we graag wouden. En dat was, de een die moest natuurlijk even kijken van, wow, wat maakt mij eruit? De ander die wou er wat voor doen. Dus zo kreeg je een werkgroepje. Ja, de werkgroepje werd steeds groter. En toen kwam op een gegeven moment ook wel dat er ook andere afdelings intussen bezig waren met iets. En zo is het eigenlijk, is dat gaan groeien. En is het gewoon een soort team geworden die daarmee doorgegaan is. Van elke afdeling één op een gegeven moment. Ja, dat staat het komende jaar te gebeuren, hè. Maar ja, het is wel een spannend moment, want uiteindelijk gaat het over je salaris of ben je wel voldoende gewaardeerd en snap je wel wat er is. Nou, dat betekent dus dat wij gaandeweg met onze medewerkers eerst maar zo'n pilot draaien. En dat duurt allemaal wel wat langer,
Maar de betrokkenheid is zo groot dat uiteindelijk de resultaten ook beter geaccepteerd zullen zijn. Ja, dat is heel bijzonder. Want ik bedoel, als je dat in de wandelgang vertelt in andere veiligheidsregio's, dan denk je, dat kan niet. Dat bestaat niet. Nou, toch doen we het. Toch doen we het. Als dat allemaal ook gaat werken zoals wat wij nu in het zin hebben, of zo, dan ben ik helemaal tevreden. Ja, ja. Dus ik bedoel, kijk, dat hoeft niet alleen om geld te gaan, maar wel om je werk en de samenhorigheid. Ik ben wel trots op deze organisatie. Ja, ja. Daarom zeg ik ook van, je hebt veel vrijheid hier. En die moet je op een goede manier benutten. Ik bedoel, dan kan hier gewoon veel. In de show notes vind je de link naar de digitale omgeving van de VRD, waar je informatie kunt vinden over de visie en principes. In de volgende aflevering Kobi Krolis, adviseur PNO van de VRD.